FVC in het geel, groen en rood. Tegen de club uit Assen die dus uitstekend bezig is in dit seizoen. 7 punten is de voorsprong op nummer 2, Nieuw-Buinen. En dus al 8. Het gat naar FVC. Dit is Stan Haastra. Goeie actie. Kapbeweging, schot en de goal. Na 22 minuten spelen staat Achilles met 1-0 voor. En hij wil het weten. Inderdaad, hij staat in beeld. En deze kun je delen op je Facebookpagina. Goeie beweging dus. En een prima schot. En doelman Schaafsma van FVC is kansloos. Weer de thuisclub. Met Trouweren. Haanstra. Voorzet. En It's Hannema tikt binnen. Ja, nu gaat het snel. En wat speelt Achilles 1894? Makkelijk. En wat speelt Achilles 1894 met de ploeg uit Leeuwarden? Haanstra met de voorzet. Hannema volledig vrij. En het is 2-0. Nog binnen het half uur. En Achilles gaat door. Voorzet van Houten. En weer Hannema. 3 tegen 0. Ja, dit is een hele gemakkelijke middag voor Achilles 1894. En dan verwacht iedereen een hele hoge uitslag. Want FVC komt nauwelijks over de middenlijn. En hij moet al 3 keer vissen. En dan is het tijd voor koffie. Om even warm te worden. Tweede helft. Achilles op zoek naar de vierde. Haastra met de voorzet. Dit is de invaller aan de kant van Achilles. Mats Oosting, maar die krijgt die bal niet binnen. Tot ongeloof van trainer Theo ten K. Die niet kon beschikken over de geblesseerde spits Matthijs Hensens. En dan eindelijk een keer FVC. En hoe? Wat een fantastische inzet was dit zeg. Van Omar Wijnja, de verdediger. Ja, dit had eigenlijk toch wel een goaltje verdiend. Prachtig genomen. En de bal op de paal. Maar dan toch. De 3-1. Uit het niets eigenlijk. Na zo'n 20 minuten spelen in de tweede helft. De treffer die wordt gemaakt door Robin Hollander. Achilles 1894 roept de problemen dan voor zichzelf af. Het is niet best wat de ploeg van Theo ten Kade in de tweede helft laat zien. Bijna wordt het nog 3 tegen 2. Maar Arno de Jong voorkomt een treffer van Rick van Loon. 3-1 dus. En trainer Theo ten Kaat nam lang het woord in de kleedkamer. Ik heb even vanuit mijn perspectief de wedstrijd doorgenomen. Nou ja, dan kom je tot de conclusie dat de eerste helft heel goed is. En de tweede helft is gewoon heel slecht. Maar Achilles blijft wel koplopen met 26 uit 10. Nieuw-Buinen volgt op plek 2. Ploeg won van WVV. Hogeveen versloeg Wolvenga met 7-0. Emmen won van VKW. En ook goed nieuws was er voor SVBO. Die ploeg won met 3-1. Van Bergen.